Welkom bij het Nieuwe Hub Bitcoin. Ja, daar zijn we weer. En uh, ja, volop nieuws, Robin, de afgelopen week En we beginnen met uh, de Silvergate uh, Bank. Die, uh, ja, die zit toch wel in de problemen. Er zijn eigenlijk steeds meer cryptobedrijven die uh, de rug toekeren aan de Silvergate Bank. Kun je eigenlijk uitleggen wat, uh, wat daar aan de hand is? Hè? Want ze zitten in financiële problemen. Ja, dus, uh, Silvergate Bank is een van de weinige banken waar je. Vooral Amerikaanse bedrijven, volgens mij, maar ook uh, partijen als Binance hmm. werken er, of hebben er wel mee gewerkt. Waar je terecht kunt voor uh, bankdiensten en liquiditeit en dat soort zaken. Als je in de bitcoin- -industrie op, of crypto-industrie op enig niveau uh, wil werken qua volumes. Zeg maar, als het over miljarden of honderden miljoenen gaat en zo. Ja. Die bank is. Uh, ja, als je het hebt over crypto-bank, dan is Silvergate Bank wel een van de voorbeelden. De bank is gevestigd in Californië. En uh, mm -hmm. ja, richt zich dus vooral op uh, diensten voor bedrijven die bezig zijn met digitale activa. En cryptovaluta's noemen ze het dan zelf. En daar is het een en ander misgegaan, onder andere vorig jaar. Zij waren een van de belangrijkste dienstverleners aan bijvoorbeeld een FTX. Toen uh, oh ja. de boel op imploderen stond. Wat, dat, wat betekende dat zij in korte tijd heel veel uh, liquiditeit moesten regelen. Echt miljarden dollars aan uh, liquiditeit. Niet alleen voor zo'n FTX die dan op omvallen stond, maar ook partners zoals Coinbase en dat soort zaken. Want ja, als er onrust is, dan willen mensen nou helemaal. Uh, Bijvoorbeeld hun bitcoin of tokens liquideren en gewoon de good old dollar uh, ontvangen. Ja, want ik, ik, als we even een paar cijfers erbij pakken. Silvergate heeft in het vierde kwartaal van 2022 een nettoverlies geleden van 1 miljard dollar. Ja. En om de hè, effecten van. Het, het, al die bedrijven gingen natuurlijk uh, bij Silvergate uh, assets opnemen. moest Silvergate 3,6 miljard dollar lenen bij de Federal Home Loan Bank System. Ja, oh ja, dat was ook nog een dingetje. Want dat, en dat Federal dat Home Loan Bank System, dat is een machine in het leven geroepen om uh, in Amerika die hypotheek slash huizenmarkt een bepaalde boost te geven toen de tijd. Maar blijkbaar kun je mm -hmm. daar op andere manieren ook aankloppen als uh, de FTT token uh, implodeert. Ja. <laughs> Voor liquiditeit kun je daar dan blijkbaar als uh, zo'n bank ook terecht. Maar dit is eigenlijk een voorbeeld van Silvergate Bank, van die zijn in dat gat gesprongen. Want het is nou eenmaal mm -hmm. moeilijk, of eenmaal, het is moeilijk om als uh, crypto bedrijf een... Uh, de juiste bankdiensten te vinden. Vandaar ook uh, de opkomst van verschillende van die stablecoins en zo. Daar zullen we het later nog wel even over hebben. Maar zijn ja. Silvergate, die moest dus ook uh, staatsobligaties uh, verkopen met verlies om maar die liquiditeit te leveren. Maar blijkbaar, als je bepaalde van die uh, contracten aangaat, ja, dan heb je ook bepaalde verplichtingen als bank, zeg maar. En als je daar dan uh, niet, aan mm -hmm. niet aan voldoet, dan kom je ook in de problemen. Dus tot voor kort. Ja, bleven ze een beetje boven water. Maar nu hebben ook Coinbase uh, de banden officieel opgezegd. Maar die stappen dan in zee met Signature Bank. En volgens mij zijn dat een beetje dezelfde soort <laughs> constructies. Ja. ja, want even de business van, uh, de business van Silvergate. Hè. Ze hadden het Silvergate Exchange Network. Komt er eigenlijk op neer... Stel, je hebt een beurs... En hè, de gekte breekt uh, los. Uh, dat kan natuurlijk down, downside zijn of upside. Ja. Maar uh, hè, een beurs heeft dan dollars nodig. Hè, want al die klanten die willen of kopen. Uh, of als ze verkopen, hebben, hebben ze natuurlijk heel veel dollars nodig. Want dan moeten al die dollars uit, naar, die, naar die klanten gestort worden. Ja. En daarvoor uh, kon je Silvergate dan gebruiken, toch? ja klopt waar je daarmee te maken hebt een soort liquiditeitspool ja nou, gewoon, een, uh, gewoon een bedrijf waar je aanklopt voor uh, voor liquiditeit net als dat je een uh, als jij een uh, ja, noem eens wat een boer bent of een, of een winkel en dan heb je, je hebt een relatie met de Rabobank dan heb je ook bepaalde afspraken dat je bepaalde bedragen rood mag staan liquiditeit bla bla dus en zo ja en dat heb je ja. op al, in elke industrie heb je dat alleen in de wereld van bitcoin en crypto is dat wat lastiger het is niet zo dat je daar met een uh, leuke business case aan kunt kloppen... bij een traditionele bank in bijvoorbeeld Nederland... en dat die dan alle deuren voor je openzetten. Het is vrij lastig ja, ze... om uh, de juiste diensten of überhaupt een bankrekening te openen. En daar zit ook een beetje nou ja, de gloe uh -huh. van dat hele... En het bizarre aan deze cryptobank is... is dat ze, dat ze bijvoorbeeld met die deal met de FTX hebben ze gezegd... Nou... Wij, willen, wij, ja, wij, wij accepteren het om in de FTT-token betaald te worden. Nou, Je, hebt, je hebt inderdaad, van, bij die verhalen, wat dan vaak naar buiten komt, is dat er. Uh, ja, eigenlijk houdt Silvergate Bank het nog best lang vol. Want hoe ik het begrijp, zijn er niet eens zo heel veel eisen hoeveel reserves je moet hebben. <laughs> Als je dan miljarden verlies uh, draait en je blijft nog op de een of andere manier boven water. Dan hmm. uh, was er blijkbaar toch wel een, een bepaald potje waar ze uit konden. Uh, ja, hoe noem we dat? Geld uit konden halen. Maar inderdaad, wat er dus gebeurt bij dat soort bedrijven is... hé, hey, we hebben hier een, een factuurtje. Kunnen wij die ook deels in onze eigen token betalen? We hebben het zelf regelmatig gehad dat je mensen spreekt in de industrie... die dan in een exchange token bijvoorbeeld hun salaris krijgen. Nou, dat gebeurt dus blijkbaar wat? op grote schaal. Bij Binet, ja. ja, dat gebeurt dus blijkbaar op grote schaal. Dus ook uh, bij die banken, de FTX en Silvergate waren dus dan uh, partners. En daar is het misgegaan. En dat betekent ja. simpelweg dat er een dienstverlener is die uh, op omvallen staat en waar mensen nu ook hun handen van aftrekken. Want zo'n Coinbase gebruikt de Silvergate bijvoorbeeld voor hun, uh, ja, hun premiumdiensten voor grote bedrijven en grote financiële uh, spelers. En Coinbase is nog steeds de Amerikaanse speler met het meeste volume daarin. En ja. die, uh, ja, die gaan dus niet meer vanuit dat ze met Silvergate uh, te werk gaan. Ja, bijvoorbeeld een business case of een, een praktijkvoorbeeld is natuurlijk MicroStrategy. Die, die koopt bitcoins uh, via Coinbase Prime. Bijvoorbeeld. Dat is de Prime brokerage. En die Prime brokerage die had dan als partner Silvergate uh, voor de uh, dollars. Ja, even heel simpel inderdaad. En daarom zie je het dus ook op andere manieren. Van, ja, als Silvergate niet lukt of je, of je betwijfelt eraan. Dat, dat er dus van die partijen als uh, Tether met stablecoins uh, ja, ook gewoon een hele grote markt kunnen bedienen. Ja, dus heel concreet, hè? de dollars van Microsoft Strategy die men uh, gebruikte om bitcoins te kopen, die werden dan gestald bij Silvergate. Zo begrijp ja, ik, ik het. Ja, ik weet dus niet of Michael Strategy ook echt een partner was via Coinbase, maar het is meer als voorbeeld. Van, uh, ja. Zo gaat ze bellen bij wijze van spreken met elkaar van: hé, hey, uh, ik wil graag voor een grote smak geld uh, bitcoin kopen. Kunnen jullie dat regelen, meneer Coinbase? Dan zegt Coinbase, ja, is goed, want die hebben dan dus via zijn Silvergate of zijn Signature Bank. Deals lopen dat ze dat ook echt uh, kunnen regelen voor je. Even uh, heel plat. Ja, nou ja, en Signature Bank die kwam tussen een tijdje geleden ook uh, in het nieuws. Ja, nou, die hadden uh, hetzelfde dat was vorig jaar. Dat is blijkbaar ook een soort cryptobank, maar die, die hebben bijvoorbeeld de banden opgezegd met uh, Binance US. Oké. Okay. Da daar, daar, ja, daar. Ja. ja, maar dat is eigenlijk een beetje het spelletje hè, wat er uh, wel een beetje boven komt drijven. Dat er op allerlei manieren gezaagd wordt aan de dollar op en Afwegen van uh, ja. van de crypto-industrie Ja, de van... onder een off-ramp. Een beetje wat wij misschien in het klein hebben in Nederland. Van hey, uh, het is heel lastig om als bitcoin-bedrijf een bankrekening te krijgen hè? waar je gewoon euro's op kan ontvangen. Zou dat naar bunk, ik... want die doen het tot nu toe niet moeilijk. Ja, uiteindelijk kun je bij bunk wel terecht, tenminste, dat uh, dat kunnen wij #noad hey, Hashtag no en, ad. <laughs> Maar dat, dat is dit eigenlijk in het groot, hè? dus de, 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 de ontstaat dus, uh, en misschien is dat ook wel vanuit politieke druk, dat eigenlijk de dollarkanalen worden steeds meer afgeknepen naar bitcoin toe, nou, ik, lijkt het. Ja, ik denk dat er heel veel verschillende soort van factoren spelen, want tegelijkertijd kwamen er dus ook... Soms uh, ook tot, uh, door eigen toedoen, sorry. Ja, ja nou, eigen toedoen sowieso, maar dat is een beetje kip-en-het-ei verhaal. Want ja, als jij grootse plannen hebt en je wil... Uh, miljarden aan volume heen en weer gaan regelen voor je klanten enzovoorts... dan moet je een banken, bankendienst hebben. Ja, en als, ja. Uh, Goldman Sachs niet doen wat, hè? als Goldman Sachs niet wil... dan uh, kom je uiteindelijk blijkbaar bij zo'n Silvergate-bank uit... of nog kleinere challenger-banks. Maar ja, daar zitten natuurlijk andere soorten risico's aan vast... dan bij zo'n uh, zo moloch van een bedrijf... die op allerlei manieren ook geholpen worden. Ja. En dat zie ik. ik denk zelf bijvoorbeeld dat er wel ruimte is voor een uh, Visa en Mastercard... Die zijn nu een beetje zichzelf ook aan het opwerken naar... Het uh, moet toch bij ons zijn voor die uh, vertrouwen in de crypto space, weet je wel. Ja, want die kwamen wel een beetje... Hè, het, 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 het was dus onrustig op de markt. Hè. Ook, de, ook de koers zag ik, uh, zag ik flink in één keer flink dalen. En... Uh, ja, Reuters kwam. Ik kreeg, met, in, uh, ik, ik, ik kreeg ook ineens weer appjes van vrienden die een beetje in paniek raakten. Nou ja, dat zeg maar, het, maar, het failliete cryptobank gedeelte, dat kwam inderdaad bij mij ook wel gewoon in... Uh, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Mainstream gesprekken gewoon weer terug. Zeg maar dus op de een of andere manier had dat weer uh, wel meer ja. mensen bereikt. En Reuters kwam bijvoorbeeld met uh, een bericht over dat Visa en Mastercard wat minder op hun uh, crypto-strategie zouden zitten. Maar dan heb je weer uh, vanuit Visa de crypto-directeur Kai Sheffield, die dan bijvoorbeeld op Twitter mm -hmm. ook roept: van ah, dat is helemaal niet waar. En we zijn nog steeds aan het samenwerken. We focussen ons op stablecoins enzovoort. En het woordje stablecoins is eigenlijk. Precies wat ik denk waar zij uh, een rol willen gaan spelen. Want het probleem voor bitcoinbedrijven en cryptobedrijven is dus dat dollarverkeer. Nu doen ze dat via Tether of van andere stablecoin die ze zelf uitgeven. Van uh, Coinbase en Circle, van Binance, ja. via Paxos, USD weet ik het allemaal. USDC. Ja. En je kunt je voorstellen dat er een, uh, als je een business case maakt en je wil uiteindelijk naar de beurs met een bedrijf enzovoort, dat je partner uh, beter Visa of Mastercard kan zijn dan. Uh, een of andere startup bank in Wyoming. Ondanks dat die misschien wel meer, uh, af, ja moet ik dat zeggen, meer banden hebben met de Bitcoin-space. Maar denk je dat dat deze bedrijven dan een eigen coin gaan starten of denk je gewoon puur in de dollar stromen? Van hey, wij ja, kunnen. Ja, een jullie... coin kun je vergeten denk ik. ik denk dat Facebook dat redelijk. Uh, ja. Uh, Moeilijk heeft die gemaakt voor de challenge. Nee, maar, je, uh... moet, je moet echt de schaduwbank zijn ergens op de Malediven met allerlei rare constructies. Wil je een stablecoin uh, succesvol, denk ik, nu lanceren? Tegelijkertijd, ja, ja de koppeling met een central bank, die is de currency of whatever, uh, hoe je het ook allemaal wil noemen. Dat zie ik wel gebeuren bij een uh, Visa en Mastercard. Alleen de vraag is een beetje of dat, zijn, of dat nou bedrijven zijn die uh, in staat zijn om zich aan te passen aan. Whatever, uh, hoe de financiële wereld er zo meteen uit gaat zien, dat betwijfel ik ook wel een beetje. Ja, dan heb je ook een partij als PayPal hè, die ook, uh, ook Bitcoin op de balans heeft en, en waar je ook nog steeds Bitcoin kan kopen. Ja, klopt. Nee, ik denk ook dat je het ja, meer in de, de, dat soort uh, partners uiteindelijk moet zoeken. Want uiteindelijk, uh, ja, die banken die daar nu in zijn gesprongen, of dus jaren geleden al zijn ingesprongen in bijvoorbeeld Amerika. Ja, ik denk dat die op termijn gewoon eruit worden gewerkt. Of dat nou terecht is of niet, maar dat is een beetje het spelletje dat gespeeld wordt. Want. Elk betaalbedrijf die uh, dit soort diensten faciliteert, wil een graantje meepikken van dat gigantische volume wat constant heen en weer gepingpong wordt naar allerlei beurzen en brokers. Ja. Dat is gewoon zo. Nou ja, en het overgrote volume, het overgrote handelsvolume op de markt is natuurlijk gewoon gekoppeld aan Tether. Hè? En Tether was deze week, afgelopen week ook in het nieuws. Want de Wall Street Journal kwam met een rapport uh, uit, met een artikel waarin ze. Uh, nou, het heel even kijken. Uitgelekte documenten en e-mails ontdekten dat entiteiten die aan Tether en Bitfinex zijn gelinkt, uh, dat die facturen en transacties hebben vervalst. Ja, dat komt eigenlijk een beetje terug bij. Uh, het is moeilijk om aan, uh, aan bankrekeningen te komen als je in deze industrie werkt. En Tether uh, wordt ervan beschuldigd uh, dat ze op schimmige manieren dan dus uiteindelijk toch aan die bankrekeningen zijn gekomen, terwijl je door bepaalde processen zou moeten en zo. Ik heb zelfs. Ja, want ze, ze hadden een bankpartner in. In Wall Street, hè? Ja. En uh, dat uh, zou dan op de even manier um, hoe heet die bank nou? Maar dat zou dan op de een of andere manier via, een, via vervalste papieren... Uh... Ja, ze hebben ook gelekte e-mails met een Chinese tussenpersoon... en weet ik het allemaal voor... Uh, er is een hele soap van gemaakt uiteraard. En ik denk zelf altijd bij Teder van... het zal wel deels waar zijn. Die gasten, dat is gewoon de meest succesvolle schaduwbank ooit. Ja, daar zijn ja. schimmige dingen voor, uh, voor gedaan. Tegelijk, ik heb zoiets van... Uh, ja, dat komt dus omdat dat hele dollar systeem blijkbaar... ...niet aan de vraag kon voldoen van... Uh, hoe, ...hoe ze het in de crypto space graag hadden gezien. Ja, het is... ...het, is, het, is, het, het blijft schimmig, het is schimmig. Hè. De eigenaar van Tether is... iFinex Incorporated. Um, dat, dat is... ...gevestigd in Hongkong. Uh, daar is ook onder andere een Nederlander bij... Uh, ...betrokken. Mm -hmm. Even zijn naam kwijt. Maar... Ja dat, dat, ja, dat blijft gewoon een, een heel, schimmig, uh, heel schimmig verhaal hoe dat gaat. Tegelijkertijd, ja, uh, crypto is natuurlijk op dit moment ongereguleerd. Dus uh, in die zin, uh, Tether uh, kan voorlopig doen wat, uh, wat, ze, uh, wat ze moet doen. Ja, want namelijk, die belofte uh, van Tether is eigenlijk van, uh, kijk, een particuliere handelaar die hem op een beurs gebruikt, dat is gewoon uh, alsof het een dollar is. Zo gebruik je net. Even ja. dan ga je er dus vanuit dat, een, dat als je morgen inlogt, dat hij nog steeds een dollar waard is. Maar, ja, gewoon in en uit. En alle algoritmes, allerlei uh, algobots... die zijn natuurlijk ook gekoppeld aan Tether. Ja, en dan daarachter zit eigenlijk nog een systeem van... die partners van Tether of grote investeringsfondsen of andere partijen... die kunnen dus ook bij Tether aankloppen en zeggen van... hé, hey, ik heb hier een miljard uh, aan tokens. Ik wil dat graag allemaal in echte dollars... op deze en deze bankrekening uiteindelijk krijgen. En die dienst leveren zij dus ook. En dat is eigenlijk het, het Tether-spelletje van... Uh, je kunt altijd, dat is de belofte... Die teten echt omzetten naar dollars in een, uh, op een bankrekening. En daar gaat natuurlijk een beetje, daar begint ook het schimmige met uh, hoe is dat nou precies gedekt? Want er wordt wel van alles naar buiten gebracht. Eén, ik heb zelf niet de capaciteit om dat helemaal goed te analyseren. En twee, je moet het dan ook maar gewoon geloven. <laughs> hoe dat dan precies gedekt wordt. En uh, ja, tot nu toe is dat altijd gelukt, hè? ook in uh, tijden van hoge stress, dat uh, hun partners gewoon die, of gewoon, die uh, dollars konden liquideren als het nodig was. Tot nu toe. Ja. En dat is de vraag, hoe lang ze dat volhouden. Oh. Ja, en als ik mijn alle huurtje een beetje opzet, dan denk ik ja. Hong Kong, een paar maanden geleden, of wanneer was het, vorige maand, konden ze aan van hey, we zetten alles open. Nou, zetten alles open. Tether. Dat wordt zo'n registratiesysteem. Ik denk niet dat daar gezegd wordt van, ja, elke crypto start-up, uh, ga maar lekker aan de slag. Dat wordt net als in Nederland een bepaald soort uh, register waar je in moet komen. Nee, oké, oké, oké. Inderdaad, dat, 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 dat gaat dan wel gereguleerd, inderdaad. En, uh, maar Tether is dus ook, uh, het moederbedrijf van Tether is dus ook uh, ge, uh, officieel geregistreerd in Hongkong. Dus ik, ik, ik ben benieuwd hoe de autoriteiten dan met hun gaan omgaan, hè? Ja, misschien En tegelijkertijd, uh, de Wall Street Journal, die Amerikanen hebben zoiets van, uh, wacht eens even. Het is, het is blijkbaar, deze entiteit uit Hongkong, is het blijkbaar wel gelukt om... Uh, om een Amerikaanse bank zover te krijgen om met ze samen te werken. Ja, klopt. Ja, ik heb altijd wel die TT nieuwtjes is... van... Uh, ik heb dat allemaal al een keer voorbij zien komen of zo. Het is niet nieuw. Ga ze maar... pak ze maar dan. Weet je wel, dat, dat heb ik altijd van... oké, okay, ja. laat maar, laat maar ja. zien... Ja, en dan heb je die grozer uit, uh, uit Italië. Die, dat is eigenlijk hun woordvoerder. Hè? Dat is de CTO. Uh, die hebben we ook ooit nog gesproken voor uh, binnen. Ja, die zit nu geloof ik in uh, Lugano. Dat is een Zwitserse uh, dorpje ja. die helemaal uh, Teter heeft omarmd. Of eigenlijk andersom. Het Italiaanse deel van Zwitserland, inderdaad. Ja. ja. Dus het uh, is, is een decentraal bedrijf. Het is een wereldwijd opererend bedrijf. Ja, probeer het inderdaad maar eens te reguleren. Probeer het maar eens in elkaar uh, in de tank te houden. Ja, dat in dat mijn, is bijna uh, niet te doen. In mijn optiek levert Tether dus uh, bepaalde dollardiensten waar vraag naar is. En als dat op manieren gebeurt dat niet zou mogen in bepaalde jurisdicties. Uh, ik, <laughs> ik denk dat dat een zekerheidje is. <laughs> dat dat zo is. Alleen ja, ik heb zoiets van... Uh, uh, het is ook een beetje het, het spel is op de wagen, zeg maar. De druk wordt opgevoerd op allerlei verschillende soorten dienstverleners in de industrie. En de vraag is uh, wie houdt er stand tegen wat nou ja, er komt? Er zijn ook heel veel Chinese uh, investeerders die uh, dat, dat is gewoon bekend, uh, die, uh, die tender gewoon gebruiken als, als natuurlijk een onramp naar bitcoin. Want ja. Officieel mag je natuurlijk niet uh, in China uh, bitcoin kopen. Ja, maar niet alleen Chinezen. Ik denk dat Tether op heel veel plekken in de wereld uh, de makkelijkste manier is om snel aan dollars te komen. Neppe dollars dan ja. wel, voor zover echte ja. dollars bestaan. Dus er zijn allerlei use cases ja. te bedenken waarom het ook werkt. Want op grote Ze hebben verschillende functies. Ja. ja, op grote schaal werkt het dus voor die. Uh, of heeft het tot nu toe de hele tijd gewerkt voor die cryptobeurzen. Omdat zij op in hoog volume eventueel kunnen liquideren of we kunnen omschakelen naar echte dollars. En al die onderlinge handelaren, dan wel via peer-to-peer, -peer, pup in, uh, in China of via die beurzen, die profiteren er op die manier van. Ja, en ze maken geen fout. Hè? Ze gaan niet zeggen van, ja. in de zin van, of gaan maken geen fout, ze, ja. ze zeggen niet, hey, geef die FTT-token maar aan ons. Nee, dat, dat accepteren ze niet. En ja, dus in ik, die zin, ik, uh, dat, die, dat, dat heeft Silvergate wel, die fout heeft Silvergate wel gemaakt. Ja, nee, kijk, ik zou nooit mijn uh, spaarcentjes uh, in Tether stoppen, maar ik zie wel dat er uh, tot nu toe... Gewoon heel veel gebruik van gemaakt is. Tot de vergetenheid van een heel groot gedeelte van de markt, blijkbaar. Ja. Dus, ik blijf, ja, ja. Ik blijf dus, ervan de, weg, de, maar dit spelletje is wel belangrijk. Een bijzonder verhaal, inderdaad. Nou ja, haal alle tetenvolume maar weg, Robin. <laughs> van de Bitcoin-markt. Ja, dan heeft bijna een zulke probleem. En iedereen ja. daarnaast ook. Dus ja, en dat, dat is het ook wel. Hè. Zeg maar, die hebben zo'n rare positie in de markt. Het is gewoon ja. een schaduwbank. Ja. Nou ja, in die zin is het wel een systeemrisico of een marktrisico. Want op het moment dat Tether wegvalt, uh, hoewel ja, het lijkt een kat met negen levens, maar uh, ja, dan, dan betekent dat uh, wel wat voor de Bitcoin-markt op dit moment. Zoals het er nu uitziet. Ja, dan kunnen heel veel businessplannen kunnen weer op een andere manier worden ingericht, gok ik. Tegelijkertijd, uh, ja, al sinds dat ik Bitcoin volg, uh, speelt Tether een rol. En uh, ja, we horen het wel weer wanneer de volgende soap er is, natuurlijk. Want dit gaat niet uh, stoppen. Nee, en, en we weten dat er komt steeds meer druk op de onramps naar Bitcoin. Hè, en en, en wie, zijn dan, wie zijn dan de pineut? Dat zijn vooral die custodians. Of de, die, daar wordt steeds meer druk op uitgeoefend. Beurzen, brokers, andere custodians. Uh, en die druk wordt alleen maar groter, denk ik. Ja, ik denk niet dat het, uh, te... je kunt zeggen dat de trend is dat het makkelijker wordt om uh, van je euro's of dollars uh, Bitcoin te maken. Ik denk dat dat steeds moeilijker met steeds ja. meer eisen wordt. Dat de, via de, de gebaande wegen dan? Hè? Via de officiële van uh, melk je aan bij een broker of een beurs en je gaat uh, Bitcoin kopen. Ja, en andersom ook hè, wil jij je Bitcoin omwisselen. In euro's en, 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 en dollars, dan wordt het, het worden er steeds meer eisen aangesteld, steeds meer identificatie-eisen of andere eisen. Ja, we kunnen daar wel even een sprongetje, een sprongetje van maken naar uh, ja, Britse banken. Die, uh, ja. De HSBC en de Nationwide mm -hmm. Building Society zijn volgens Bloomberg uh, de nieuwste banken die uh, crypto-gebruikers of bitcoin-kopers het moeilijker gaan maken. Ze leggen een verbod op mm -hmm. van. Uh, uh, gewoon het letterlijk gebruiken van je geld om Bitcoin te kopen, dat is niet de bedoeling. Stap volgt op ja, je ja. Dus als jij als uh, klant bij uh, HSBC, HSBC, ja, dat, dat is een beetje een internationale Britse bank. Hè? want ik, ik kan me herinneren in Singapore, kwam ik dat ook gewoon wel even okay, ja. tegen? En dan um, en daar kun je dus niet meer met uh, met fiat geld Bitcoin kopen, begrijp ik. We staan geen betalingen toe aan cryptobeurzen met een nationwide creditcard. Zowel u als ook mensen met oude betaalkaarten kunnen de nationwide creditcard niet meer gebruiken om crypto cryptocurrencies te kopen. Hm. Belangrijke notitie: een betaling met creditcard wel, hè? dus nog niet per se met, die, uh, met de debitcards. Maar het is, nee. het is een indicator, want dit nieuws komt wel vaker voorbij uh, vanuit het Verenigd Koninkrijk, dat er banken zijn die bepaalde transacties blokkeren. Want Binance staat ook daar, uh, staat daar er niet goed op. Dat mag soms helemaal nee. niet meer met bepaalde transacties. En dit is gewoon een ja, voorbeeld in de banken praktijk zoals, hoe dat eruit zou zien. Ja, en in, in, in Groot-Brittannië zijn ze heel streng wat dat betreft. Hè? Dus je hebt uh, ook banken als Starling, Lloyds, Barclays en uh, Royal Bank of Scotland. Die hebben allemaal maatregelen opgelegd om betalingen uh, naar crypto-platformen te blokkeren of uh, dan wel te, te frustreren. Ja, of, een de of een daglimiet hè? van uh, kijk, 5.000 pond. Ja. Ik moet ook wel zeggen, kijk als jij meer dan 5000 pond aan, uh, aan bitcoin koopt per dag, dan heb je denk ik ook wel andere manieren om dat te doen dan via zo'n particuliere bankrekening en bank. Dus je zou ook wel kunnen zeggen dat er een bepaalde uh, protect, uh, zeg maar, bescherming in, in die maatregel zit, zodat er niet uh, voor 20.000 euro opgelicht kan worden. Alleen, ik vind hey, dat dan, argument... Dan ga je naar tether, dan ga je naar tether. <laughs> ja, ja, precies <laughs> ja. Nee, maar dat bedoel ik. Van, uh, of dan bel je een, een lokale broker en dan zeg je, hé, hey, ik heb een enorme zak met geld die ik elke dag uh, naar jullie wil sturen. Hoe gaan we dat regelen? Dat hoeft dan niet per se via deze bank. Nee, nee, is ook zo. Maar ja, dat is, de, dat is een begin, hè. Daglimiet van 5.000 pond uh, klinkt van, oh, dat, uh, wat is nou 5.000 pond? Maar ja, het is maar uh, één of twee belletjes en een paar handtekeningen en hij staat nog maar op 500 pond, ik noem maar wat. Nee, Maar ook andersom, hè. Stel, stel dat er nog wat betere tijden aankomen voor Bitcoin. En je en je, ik noem maar wat, je wil 20.000 euro omwisselen in uh, in Bitcoin. Hè? Van Bitcoin naar ponden of euro's. Ja, en, en voorlopig lijkt dat ja, nog te kunnen. En je, in moet, en je moet dat binnen vier dagen. Je moet er ja, dat dat en dat weet je wel, dat kan niet instant en uh, niet binnen vier dagen. Dat duurt dan vier dagen hè? vier keer vijfduizend uh, tranches van vijfduizend pond. Ja, dat heeft het ook weer effect op jouw, uh, misschien op jouw uh, portfolio. Ja, dat is een beetje zo'n voorbeeld in de praktijk van hoe dat eruit zou zien als het uh, extremer wordt qua uh, dichttimmeren van de toegangswegen. Maar jij hebt bijvoorbeeld iemand, ik moet dan toch even denken aan die Nederlandse. Ja. Uh, inmiddels zit ze in Estland, maar crypto to cash, eigenlijk is hun business case van uh, stuur het naar ons toe en wij zetten het om in, uh, in fiat. Ja. Dat is binnen 24 uur. Ja, dat, is, dat zijn dienstverleners die dan eigenlijk in dit, in dit gat springen van... Er uh, zitten bepaalde limieten ja. op. Heb jij een uh, grote zak met geld, dan mag je niet van je eigen bank het op die manier doen. Klop bij ons aan. Dat krijg je dan. Ja. ja. En in feite betekent het dus... Want zou het voor jou een reden zijn om van bank te wisselen? Dat de Rabobank morgen zegt van... Uh, ja, best wel leuk allemaal die bitcoin dingen, maar... Jij mag bij ons echt maar voor 1000 euro per dag aan Bitcoin kopen. Niet dat je dat doet, maar gewoon het principe, die principe kwestie. Zou je dan kijken naar een andere bank of zou je toch blijven zitten? Want ik neig voor mezelf te zeggen: van, oh, dan blijf ik wel zitten, ondanks dat ik er heel erg op tegen ben dat het gebeurt. Ja, kijk, het is. Ja. Nee, ik, ik, ik blijf ook gewoon zitten. Uh, alleen, het is, het is inderdaad wel zo. Het kan natuurlijk wel een probleem worden als je bijvoorbeeld toch een deel van je Bitcoin wil uitcashen. Hè? En, 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 en dan, dan kan het wel misschien een probleem worden. Ja, precies. Je hebt gewoon te maken met uh, uh, hoe je normaal met betalingen in Nederland omgaat online. Uh, dat, het wordt heel anders. Je koopervaring van het kopen van een koelkast cool wordt heel anders dan het kopen van Bitcoin. Terwijl helemaal in het begin was dat niet. Je kon gewoon bitcoin alleen, kopen zonder je te alleen. identificeren via een broker. En net als een koelkast. <laughs> en nu wordt het steeds extremer, steeds moeilijker om ja. bitcoin te kopen. Maar ik zit ook, ik ben niet afhankelijk van, van de rabo om mijn bitcoin te liquideren. Dat zit ik me nu te bedenken, want ik kan die, die bitcoin overal naartoe sturen. Ja, het gaat meer om waar je die euro's dan uiteindelijk naartoe zou willen sturen. Ja, precies. precies. Nou ja, dan, kan het, uh, ik noem wat, uh, dan kun je ook een spaarrekening bij een andere bank openen. Ja, klopt. Het is meer een uh, soort van speculatie van als het uh, Europees gezien allemaal veel, uh, veel strenger wordt. Want je hebt, voorbeeldje, is dat uh, Ideal niet mogelijk is bij Binance. Nou, of je dat nou terecht vindt of niet. Maar in de praktijk komt het er dus op neer dat een Nederlandse betaaldienst, Ideal, niet te gebruiken is bij de grootste cryptobeurs: Binance. Ja, nee. Dus ja, daar heb je mee te maken. Ja, maar dat, dat, dat uh, ik weet niet, dat, zit, dat is natuurlijk omdat Binance nog geen uh, geregistreerd is. Ze heeft nog geen... Uh, ja, nee, ik verwacht ook licentie. niet dat Ideal... Ze hebben geen registratie uh, bij, bij DNB. Ik verwacht niet dat Ideal en morgen dat, uh, zegt van, uh, ja, je mag ook niet meer bij een doorsnee Nederlandse broker kopen. Maar die wegen zijn er wel. Nou ja, die Nederlandse partijen, die zijn natuurlijk heel blij mee. Want Die, 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 die vinden dat natuurlijk wel heel fijn dat uh, dat, dat nog niet kan. Want dan, dan gaan al die Nederlanders naar hun toe. Ja, dat, uh, dat klopt. De vlag kan uit. Dus die zijn, die, ja, die zijn wel blij dat Binance voorlopig uh, geen ideal is. heeft. Kunnen uh, uh, we het rondje uh, banken even afmaken? Vond ik op zich wel een opmerkelijk nieuwtje van... Uh, uit uh, Gibraltar of all places. Daar zit uh, Xapo Bank oh. met een X. En die hebben oh. uh, Lightning uh, geïntegreerd. En dat wil eigenlijk zeggen dat uh, aankopen tot 100 dollar... Bij elke verkoper die Lightning-betalingen accepteert, kun je via die Xapo-bank dan uh, betalen. Net alsof je een, uh, een euro-betaalpas hebt en je betaalt uh, 50 euro voor je uit eten. Als, als ze Lightning accepteren, kun je via die Xapo-bank ook uh, met Lightning betalen. Ja, ik ken, ik ken die oprichter ervan. Dat is een vrouw uit Zwitserland, hoe heet ze ook alweer? Ja, nou, maar dat is ooit toen aangekocht door, uh, door Coinbase. Hè? Ja, ik heb uh, begrepen. Ik, begreep, ik was een custodian. Ja, ik schoot eigenlijk aan op dat nieuwtje omdat het dus uh, gefaciliteerd wordt door een uh, bedrijf dat heet Lightspark. En dat is dan weer van een voormalig Facebook-directeur, David Marcus. En die was uh, heel erg betrokken bij dat Libra-project, Libra bij die cryptocurrency-poging uh, van Facebook. Oh ja. dus, en die is helemaal overgestapt naar uh, Lightning-services. Uh, dus dat is eigenlijk wel een opmerkelijke uh, stap van uh, Facebook, Libra. We gaan uh, een centrale munt uh, bouwen met uh, alle creditcardbedrijven die je kent. <laughs> naar uh, ik ga diensten doen in, uh, in de Bitcoin space ja. in de vorm van Lightspark. Ik moet trouwens inderdaad mij corrigeren. Want de oprichter is natuurlijk die Wences Caseres. Dat is een Argentijn. Uh, wie is dat? Die, die komt ook wel voor. Dat uh, nou, is echt een oude Bitcoiner. Hm? Van de Xapo die, Bank die bedoel is... je? Ja. ja? Hij is nu de, de huidige CEO inderdaad. ja, uh, nee, goed, hij opereert vanuit Silicon Valley, maar, uh, maar ze hebben inderdaad ook in Zurich in Zwitserland. Daar ken ik dan die vrouw van die. Uh, daar opereren ze dus ook. Maar blijkbaar dus ook uh, in Gibraltar of full places. Ja, het is een beetje een klein dat stapje een klein... Van, uh, ja. van. Ja. Van gewoon een, een kleine gimmick, hè, dat je dan een rekening hebt bij Xapo Bank en dan kun je dus ook via Lightning dat regelen zij dan voor je, kun je mee betalen. Maar het laat wel zien dat het kan, zeg maar, dat er nu geëxperimenteerd wordt vanuit zo'n relatief kleine bank. Van joh, uh, uh, deze dienst leveren wij, we gaan eens kijken hoe het, uh, ja. wat er gaat gebeuren. Ik kan, me niet voor, ik kan me niet voorstellen dat ze nou voor uh, honderden miljoenen per jaar aan uh, leidingtransacties gaan verwerken. Maar het is een... Uh, het is op het begin wel grappig. Nou ja, het zijn, het zijn stapjes. Hè. Uh, ik zat laatst ook te denken van... Hey, wat, wat doet Jack Dorsey nu eigenlijk allemaal met Bitcoin... en, en met Lightning en weet je wel. En... Ja, de ik, ik denk dat het, de slimme guys... Uh, hey, uh, guys en girls uit, uit, uit Silicon Valley... en, en ook uh, de rest van de wereld... die, die zien natuurlijk wel mogelijkheden. Want ja, tegelijkertijd... Tot nu toe is dat netwerk niet heel erg liquide. Ik word niet per dat se... Dat is, uh... uh, is nog wel heel erg risico. Maar ja... Kijk, ik had, ik had uh, ja, afgelopen week ook uh, sprak ik een bankier inderdaad. En toen probeerde ik uit te leggen van uh, wat bitcoin nou is en, en uh, wat het kan doen. En dan kom je toch al gauw op um, dan kom je toch al gauw op, op bijvoorbeeld uh, oplossingen zoals Strike. Dus eigenlijk het, het, het versturen van geld uh, via bitcoin, eigenlijk via Bitcoin netwerk of het Lightning Netwerk. Eh, zonder dat die mensen bitcoin zien. He, want uh, ze krijgen dollars en dat wordt dan omgezet in, uh, weet ik veel, Naira. Maar daaronder gebruik je de Bitcoin-technologie. Ja, ze gebruiken. He, even heel simpel gezegd. Ja, dat is ook een beetje de pitch hè, van, uh, van Strijk. Want ik vind Strijk wel een beetje een voorbeeld van. Uh, ik vind dat een beetje een soort PayPal, maar dan bovenop Lightning. Mm -hmm. Ja, dat klopt. Ja, uh, en, en het ook is ook logisch klopt. dat dat uh, zo'n voorbeeld beter, <laughs> beter resoneert bij een bankier. Dan, uh, ja, je hebt mensen in El Salvador... die echt een vet uh, surfdorp hebben waar ze met bitcoin betalen. Ja, dat interesseert ze niet zoveel. Nee. Nee, dat, nee, dus het, het, dat klopt. Wel... Ja, wat ik nog even over dat Lightspark... en uh, David Marcus ja. van ex-Facebook. Jij ja, zijn knappe koppen die dan uh, toch deze kant opkomen, zeg maar. Of de bitcoin kant. Het is en blijft gewoon een dienstverlener in dit geval... die dan voor banken dingen faciliteert natuurlijk. Of ja. dat goed of slecht maakt niet uit, zeg maar. Het is, maar het is niet zo dat David Marcus dan nu ineens de voorvechter is van uh, open source uh, geld, als het ware. Jack Dorsey begint langzaamaan de, zijn redemption arc wel uh, vorm te geven. Want die gaat wel die kant op. Nee, klopt, klopt. Maar ook zo'n David Marcus, weet je Hij zat natuurlijk eerst bij Facebook, weet yeah. je wel. van de machtigste bedrijven ter wereld. En nu zit hij bij een of andere Bitcoin custodian. Ja, maar die Silicon met, met, Valley guys. Uh, kijk, wat. De, ik ken heel die gozer niet. Hè? Misschien heeft hij wel echt, uh, gaat hij er heel anders mee. Maar ik kan me voorstellen... Zo zo meteen, als het geld weer wat goedkoper is, dat hij zo meteen weer gewoon wordt opgekocht. Zijn aandelen weer voor een uh, buts met geld verkoopt. <laughs> en weer wat anders gaat doen. Dan kan hij weer ja. op zijn uh, LinkedIn zetten dat hij weer is uitgekocht uh, bij een nieuwe start-up. Weet je wel? Dus, ik zou daar niet uh, per se mijn geld op inzetten van iemand die uh, over 10, 20 jaar nog steeds uh, over Bitcoin hoort. Maar je ziet hmm. dus wel die gasten langzaam op hun eigen manier die overstap maken naar het nieuwe gebeuren. Dat is een betere ja. movement dan dat je, dat je zou merken. Wat je bijvoorbeeld bij de Bitcoin Core maintainers ziet. Dat het steeds minder worden. Ja, <laughs> ja ten... dat is ook al, al alarmerend eigenlijk. Ja, al, alarmerend. En ook wel logisch. Ik heb ooit een keer die. Uh... Kun jij die naam uitspreken van Andreas? Zijn achternaam? Antonopoulos? Ja, die. Uh, hoe heet dat? <laughs> Zo'n oude speech ging over: van, uh, Vergis je niet, uh, met Bitcoin vallen we het grootste. Ja, eigenlijk maffia-netwerk de wereld aan, de, de Amerikaanse dollar. Dat gaat vijanden met zich meebrengen, zeg maar. En als jij dan mm -hmm. aan de kop zit van het uh, ja, eigenlijk het samenvoegen van de code voordat het uh, gepubliceerd wordt, even heel uh, korte samenvatting. Ja, dan ben je een target voor allerlei verschillende dingen. Je ziet Craig Wright die nu uh, open en bloot constant deelt van oh, deze dertien mensen, ga ik eens even lekker uh, voor de rechter slepen enzovoorts. Je kunt je heel goed voorstellen dat er mensen zijn die zeggen. Nou, ik heb er 10, 12 jaar uh, mijn best voor gedaan. Ik ga wel verder, maar of anoniem en in ieder geval niet zo, uh, niet zo prominent. Helaas. Nou, het komt de uh, gevestigde wereld heel goed uit dat er een crack Wright is. Ja, want, precies, ja. Uh, en je, je kunt daar ook je vraagtekens bij zetten, want wie financiert Craig right? Uh, wat, wat zijn nou zo eigenlijk zijn belangen, weet je wel? Als je nogmaals, als je je alle hoedje opzet, denk je, ja, het, ko het, komt, het komt de bankenwereld wel heel goed uit. Dat hij er is. Ja, kijk, ze kunnen het niet maar zelf dat... doen. Ja, misschien ook wel. Ik heb geen idee hoe dat uh, te werk gaat. Het is alleen meer uh, die trends kun je niet soort van loszien van elkaar. Want aan de ene kant heb je dus corporate America, die op hun manier een uh, positie in die markt dan uh, op bepaalde manieren innemen, via start-ups of op andere manieren. En aan de andere mm -hmm. kant heb je de open source uh, vrijwilligers. Soms, meestal worden ze tegenwoordig wel gesteund door die echt grote namen, financieel. Uh, ja. en die kant onder andere door tether, door bitfinex. <laughs> ja, precies, ja. Wat een helden. Ja, fantastisch. Dus, uh, maar uh, inderdaad, nou ja, goed, uh, interessant. Uh, even aanhakend, uh, Blok, dat heette eerst Square, en die hebben natuurlijk Square Crypto, en die doen allemaal knappe dingen met onder andere Lightning. En dan hebben ze, oh God, even kijken, t, uh, een andere tak. TBD. TBD, dat is uh, DeFi op bitcoin. Ja. Maar goed, die hebben dan blijkbaar een nieuwe dienst ontwikkeld met de cryptische naam CIS. <laughs> ja, ze maken het makkelijk het om het woord een te beetje... lezen ook. Ja, nee, het is inderdaad. We're building een LSP, dus dat is eigenlijk een Lightning Service provider, begrijp ik. Ja, het is heel simpel: het uh, blok heeft uh, uh, bitcoin op de balans staan. En een deel daarvan gaan ze inzetten als liquiditeit op het Lightning Netwerk. Dat is even ah, een, een hele korte samenvatting. En dat TBD. Dat uh, betekent dus gewoon uh, to be decided, weet je wel. Wat je dan opschrijft als je het nog niet weet wat het, uh, hoe het moet gaan heten. En die namen hebben ze gewoon oh, ja. aangehouden. Een soort van uh, ja, knip Maar nou, maakt allemaal niet uit hoe het heet. We gaan gewoon lekker bouwen. Ja, de TBD, dat was, dat, dat was voorheen bekend als Square Crypto. So nee, dat dat nee, was nee. het inderdaad. TBD is uh, oh. weer een project van uh, van blok, smergripte ah, ja, ja. enzovoort. Ja, ze maken het niet makkelijk, maar het komt er dus op neer. Jack Dorsey en consorten die uh, blijven gewoon uh, op hun manier uh, Bitcoin en Lightning uh, steunen. Ik zag een interessant dingetje: ja. Jack Dorsey had ook een. Uh, die is heel druk met dat Noster, hè? Mocht je niet weten wat het is, ja. uh, Google het even. Het is een, uh, een poging om de social media wereld, of tenminste de ja, online social media wereld open te breken eigenlijk. En die heeft nou een mm -hmm. uh, zijn bounty uh, neergezet van 1 miljard. Moet ik het goed zeggen, klopt dat? Ja, 10 bitcoin in totaal. Dus dat is 1 miljard sats, geloof ik, uit mijn hoofd. Um, uh, om een GitHub alternatief te bouwen op Noster. GitHub is de plek waar uh, heel veel developers uh, bouwen. Alleen dat is wel hmm. in handen van Microsoft. En uh, ja. Jack Dorsey die is nu dan bezig op allerlei verschillende manieren kleine potjes Bitcoin beschikbaar te stellen. Om mensen te motiveren om. Uh, ...openere alternatieven te bouwen. Dus dat... Uh, ja, precies. Die, is, ...die is daar wel echt mee bezig. En voor hem is 10 uh, bitcoin denk ik ook geen... Uh, ...bedrag waar hij wakker van ligt, dus... 14 zelfs. Oh, kijk eens, dus het is nog uh, verhoogd. Nou, ja. Het is in ieder geval een hoop... Uh, hij is daarmee bezig, die Dorsey. Die is bezig met een ja. uh, blue sky. En, en we hadden natuurlijk, uh, we hadden natuurlijk uh, Edward. Die heeft daar een heel uitgebreid artikel. Een, eigenlijk een lightning update uh, geschreven voor bitcoinfocus.nl. Ja, go check it out. Afgelopen voor uh, donderdag. Mocht je lightning zaps, daar iets en nog meer Nostor. Mocht je lightning willen uitproberen, kun je voor 99 cent uh, lightning bitcoin zappen naar ons. En dan uh, kun je het artikel lezen. Leuk, uh, leuk om uit te proberen op bitcoinfocus.nl. Maar je ziet dus dat ja, Dorsey die is daarmee bezig nu. Die is uh, helemaal uitgekocht ja. bij Twitter natuurlijk. Die uh, is aan het kijken of die uh, op een andere manier uh, bij kan dragen dan uh, het monster wat Twitter is uh, geweest of geworden. <laughs> ja, ik kan me nog herinneren dat hij hij moest zich toen ook een beetje ver ver verantwoorden bij, uh, bij Rogan toch? Ja. Ik heb het dat, ja, dat, dat, dat was een... tijdens die coronatijd dat dat werd een heel. Ja, dat is ook heel... zo'n voorbeeld van uh, kijk. Ik vind het vet hoor wat uh, Dorsi aan het doen is. En uh, het is een van de weinigen van dat kan liever tech-miljardairs die hier op deze manier met Bitcoin bezig zijn. Maar het is en blijft ook degene die gewoon uh, glashard zit te liegen bij zo'n uh, zo Rogan met de advocaat naast hem over uh, verbannen mensen enzovoort. Het is echt niet de, de vrijheidsstrijder van dit moment. Maar het is wel iemand die uh, waar het lijkt alsof hij in ieder geval uit die uh, Silicon Valley-wereld is gestapt om wat anders te doen, laat ik het zo zeggen. Ja, hij heeft vorig jaar ook volgens mij ruim uh, ja, toch vier tot zes maanden volgens mij in Afrika gezeten. Hij ja, voor moment... mij is dat al wel langer geleden. Toen kwam hij ineens een soort van herboren terug of zo. Ja. ja. Nou ja, dat is denk ik ook wel goed. Hè? Dat je dat er je bijvoorbeeld in een bepaalde periode gewoon even uit je, je normale omgeving. En, en voor hem was dat natuurlijk Silicon Valley en, en alles wat daar. Uh, uh, en dat je gewoon ineens in een hutje zit in Afrika. Dat lijkt me, dat lijkt me wel echt een co Ja, toen kwam hij terug, toen dacht hij: Bitcoin. Bitcoin is het. Ja, met Jay-Z heeft hij volgens mij ook een soort fonds. Ook voor uh, onder andere voor het Bitcoin-development in Afrika. Nou ja, goed. Klopt. Misschien wel we een keer leuk om uh, eens een overzichtje te maken. Het is in ieder geval een, een bezig bijtje. Allemaal. Ja, nou even. We hadden het hier in, in het begin hadden we het over uh, banken. Inderdaad, wij kennen natuurlijk Caitlin Kate Kate Long. Dat is een Amerikaanse die is bezig met een eigen bank uh, om daar een banklicentie in Amerika te ja, krijgen. Ja, die bestaat al wel. Ja, is dat, uh, hoe heet het? Avanti of dat Ja, het? ze heet het Avanti, het heet nu Custodia Bank. En dat is eigenlijk oh, een ja, voorbeeld Custodia. van uh, ja. zo'n partij die het dan op de legitieme manier probeert, zeg maar, dus niet uh, als Tether gewoon als een soort van schaduwbank zijn, maar uh, via het bankwezen in Amerika een positie creëren waarin je diensten kunt verlenen aan Bitcoin-bedrijven enzovoorts. Maar die zijn dus mm -hmm. nog bezig met, uh, even goed zeggen, dat heet dan directe toegang tot de Amerikaanse Centrale Bank. Via direct access to the Fed of direct wire access. En eigenlijk de korte samenvatting is, als je dat dan hebt, dan kun je als, uh, bank, als bank gewoon direct bij de Federal Reserve terecht voor bepaalde liquiditeitsdingen en leningen enzovoort. Ja. Dat wordt tegengehouden voor die Custodia Bank. Ja, de, we hebben niet al die documenten doorgelezen, maar het idee is een beetje van, uh, ja, ze zijn met Bitcoin en Crypto bezig, dan wordt het allemaal lastig om voor elkaar te krijgen. En zij moeten dus nog altijd bij andere partijen aankloppen voor bepaalde dingen. Terwijl de concurrentie uh, bij gewoon bij de Federal Reserve kan aankloppen voor hun, uh, voor hun zaken. Dus het is eigenlijk zo'n partij die ja. uh, dat Silvergate Bank uh, zou willen vervangen. Maar die worden dan op een bepaalde manier uh, binnen dat stelsel weer tegengehouden. Al dan niet terecht, want daar heb ik niet per se inzicht in. Maar zo werkt dat spelletje dus. Van, het is nee, niet zo nee, dat nee. zij gewoon uh, even die stoel kunnen kopen en dan gaan ze er zitten. Wordt... Nee, nou ondertussen is uh, Kraken ook van plan om een uh, ja, om, om, om banklicentie. Daar zijn ze volgens mij wel langer mee binnen, maar nu komt de blok ook met uh, iets meer informatie daarover. Dat, uh... Ja, het is een hoop banken uh, deze editie. Maar, en ja. dan denk je van, ja, wat heb ik daar nou mee te maken? Maar als, als particulier, als klant, heb je daar eigenlijk constant mee te maken. Want die bedrijven die jou uh, van diensten voorzien in de industrie, die komen op een bepaald moment in contact met die euro of dollar wereld natuurlijk. En el elke frictie die daar uh, zit, of risico's die er genomen moeten worden omdat er bepaalde dingen worden tegengehouden, dat ga je uiteindelijk als klant merken. Of dat nou in de kosten is, of dat er ineens een uh, partij is die jou niet meer kan helpen. Dus het is wel relevant is het, voor ja. de industrie. Tegelijkertijd, ja, er is in Bitcoin uh, zoveel te volgen en zoveel te doen, uh, wat betreft uh, ook kleine initiatieven. Maar op grote schaal zie je toch wel vooral uh, dit nu: een beetje frictie tussen de. Beetje. Heel veel frictie tussen de nieuwe en de oude wereld. Wat betreft financiën. Ja. En je had het over, eerder had je het over Mastercard. Hè? Ik zie nu ook het nieuws dat ByBit. Dat is een beetje eigenlijk op Binance. Uh, die introduceert Mastercard Powered Debit Card. Oh, toch? Ja, ja. ja, ja. Dus, uh, dat is toch apart, hè? Dat is, uh, een paar dagen geleden werden die uh, USD. Uh, de uh, transacties werden stopgezet, hè? dus eigenlijk zegt, zegt die, de, deze beurs zegt van hey, ja we, we kunnen geen dollars meer uh, sturen of ontvangen. En tegelijkertijd uh, gaan ze dus een deal aan met Mastercard. Dus het lijkt er wel op alsof uh, die creditcardmaatschappijen een beetje in dat gat springen. Ja, ja, het is ook wel logisch, hè, want dat zijn we dan ook uh, in dat hele wereldje wel uh, de partijen die bij bedrijven te binnen schieten voor. Uh... Uh, betaaloplossingen. Ja, kijk, je kunt ook gewoon een btcp-server draaien en, uh, enzovoorts. Maar dat is een andere koek. Mm -hmm. Ik had nog wel wat anders. Uh, een stukje ja. over uh, IJsland. Het ging ja. over uh, Bitcoin-miners in IJsland. En het komt er eigenlijk op neer dat dat op de een of andere manier... Nou, niet op de een of andere manier. Dat is een land geworden die niet per se... Uh, heel de hele tijd genoemd wordt als uh, Bitcoin-mining hotspot. Maar tegelijkertijd uh, zijn de voorwaarden daar wel heel goed. Heel weinig... Uh, mm -hmm. Thermische energie ook. Ja, ja term... geothermie. Ja. Klopt. In combinatie met uh, ja, gewoon lokaal uh, uh, de mogelijkheid om uh, lang, lange termijn energiecontracten af te rekenen enzovoorts. Dus wat je daar okay. ziet is dat het daar ook uh, booming business is. In de zin van uh, ze hebben zo'n 1,3% naar schatting van de wereldwijde hash rate. Terwijl dat land heeft uh, met 370.000 inwoners. Nou, bizar. Naar verhouding is daar dus heel veel uh, computerkracht bezig met Bitcoin. Vond ik wel leuk. Ik ben nooit geweest. Het is wel een, een, een leuke tip om daar uh, in ieder geval een weekje rond te toeren. Ja, heb ik wel vaker wel gehoord, ja. ja. Er zijn genoeg mooie is plekjes zo. wat dat betreft. Ja, is ook zo. Maar ik dacht ik gooi maar even over een andere boeg in plaats van uh, nog meer banken. Ja. Want uh, even kijken. Uh, IJsland inderdaad. Uh, nou, wat je daar dus Kijk, hebt, wat... is een situatie dat je, wat je binnen Europa hoor je wel eens uh, vanuit Zweden, geloof ik. Van, uh, dat we met z'n allen bitcoin mining moeten gaan verbieden en zo weet je wel. Of als nou Noorwegen, ik weet niet meer precies. Dat soort geluiden hoor je niet vanuit IJsland, lijkt het. Nee, IJsland is, uh, ik moest het heel even opzoeken, eerlijk gezegd. Maar het, ze zijn geen onderdeel van de Europese Unie, nee, overigens. Uh, ze zijn wel onderdeel van de Europese Economische Ruimte, dat is de EER. En daar horen alle EU-landen bij, plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Okay. Dus uh, ja, je hebt geen euro in, uh, in IJsland. Maar, um, want ik moest ook inderdaad even. Want er was dat die kolom van Peter de Waard in uh, Volkskrant. Wil je daar nog iets over roepen of niet? Uh... Want dat, ging, dat ging eigenlijk over die G20. Hè? Uh, dat uh, hij zei van ja. Binnenkort uh, is er dus een, blijkbaar een, een dagenlange meeting van de G20 in India. India is dan ook. Ja, dat de was de... al geweest. Uh, ja, oh, Die was al geweest. Ja. En uh, hij, hij zegt, ja, ze gaan nu bitcoin verbieden. <laughs> dat, vond ik, dat vond ik wel. Ja, mooie interpretatie. Heel lachwekkend. Ja, waar dat dus over ging, ging onder andere over het uh, IMF en dan nog een of andere uh, nog organisatie. Die komen dan met bepaalde rapporten en zo. En vanuit India, vanuit, die zijn dan blijkbaar nu voorzitter van die uh, wat G20 uh, gebeuren op dit moment. En uh, die communiceerden dan van... Ja, vanuit die twee uh, rapporten of twee dingen... moeten uiteindelijk wereldwijde cryptoregels komen. Documenten van FSB en IMF. Moet ik even kijken. Internationaal Monetair Fonds en de Financial Stability Board. Oh, die. Oh, ja. Die kennen ja. we wel. Ja, ja, ja. ja. Die ja. komen ongevraagd ook altijd met advies. <laughs> en uiteindelijk moet daar een soort van document uitrollen... Uh, met die recommendations van die partijen... om een soort van globaal uh, richtlijnen te gaan, op te gaan tuigen... Ik vind dat allemaal wel heel uh, ambitieus. We hebben in uh, Europa natuurlijk te maken met die uh, mica die eraan komt. Ja. Nou, dat is toch echt uh, ook een uh, ingrijpende stap om dat uh, op ons gedeelte van de wereld uh, toe te passen. En daarbovenop komen dan dus weer andere richtlijnen of zoiets. Nee, inderdaad. Het is een nee, beetje nee, een je, fantasie. Ook naar... <laughs> ja. De... ja. Het is een fantasie van die columnist, inderdaad. Dat, dat je Bitcoin kan verbieden, denk ik. Want, dat sowieso. Dat, ja. He, dat, dat, dat is fantasie nummer één. En het is misschien ook een fantasie dat men uh, Bitcoin kan beteugelen. Nou, ja, Alleen, ja. we zien natuurlijk wel dat, dat uh, die onramps en offramps, die gaan ze wel steeds meer afknellen. Ja, kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, of dat nou uh, Europa is of Amerika of waar dan ook uh, in de wereld, als er een bepaald uh, groot gebied het voor elkaar krijgt om het in, in een. Uh ...kaler te vangen dat werkt, dus werk tussen aanhalingstekens, dat, dat dat een beetje de trend gaat worden voor de rest, dat het dan nagedaan gaat worden. Mm -hmm. Maar je hebt natuurlijk, er zijn zoveel verschillende soorten implicaties voor die regels. Oh, maar voor, in Nederland is heel veel betaling is allemaal digitaal en uh, supersnel eigenlijk. Dus in, als je een Rabobank rekening mag, dan uh, is het allemaal zo uh, geregeld. Um, maar in andere delen van de wereld zit dat allemaal weer wel anders in elkaar. Er gebruiken veel mensen creditcards of die kunnen juist geen toegang krijgen tot al die, uh, die diensten. Dus een globaal net aan regels daarvoor werkt helemaal niet. Iedereen heeft ook andere belangen. Hoezo zou ja. in India, uh, zeker in de huidige situatie, dat uh, ja, Amerika toch een beetje de grip verliest als het ware, als enige politie van de wereld. Hoe zou India dan per se die regels moeten volgen die wij willen als Westen? Ik zie dat niet gebeuren. Nee, nee want ik denk dat zij ook wel inmiddels uh, denken van, nou, wij zijn ook met heel veel mensen en wij krijgen er ook steeds meer meer bij. Ja, we denken hoe hard zij genaaid worden ook door uh, heel dat dollar, euro dollar systeem. En wij gaan lekker samenwerken met China. He, of ze, en, uh, ja, of niet eens zeg of maar, die Rusland? kant Ja, precies, maar, maar gewoon niet eens die kant op. Gewoon naar zichzelf kijken van. Uh, nou, wij willen hier uh, dit en dit gaan doen met uh, bitcoin of crypto. Hoezo zouden ze zich daar laten tegenhouden door uh, de wereldpolitiek? Ik, ja. Uh, nou ja, goed, het, 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 dat is eigenlijk wel het gekke dat. Uh, ja, even want, ja, terug zou naar die column zou eigenlijk. Zijn... Van, zo wordt het geïnterpreteerd, hè? Van uh, oh ja, oh, de G20 maar gaat de... er nu wat aan doen of zoiets. Nou ja, India is wel altijd al een hardliner geweest. En dan, en dan wordt dat tot nu gezien van... oh, nu zijn zij voorzitter, dus nu gaat er wel wat gebeuren. Maar... Ja, het zou kunnen, hè? Want ik, ik, denk, ik heb geen nou, idee, dit, maar ja, ik, ik zie... Waarom zou de EU dan dingen gaan reguleren? Ja. Ik bedoel... Uh... Nee, daarom. Maar misschien bedoel... gaat dat wel dienen als blauwdruk, hè? Van, ik, misschien ik... Dat is volgens mij echt, wat ik dan nu zeg... zeg Voor mij is dat echt een beetje zo'n bias. Van wij zijn hier dan bezig met regels... en dan gaat de rest van de wereld dat wel kopiëren. Dat is helemaal niet meer... Nee, dat, maar als je wil verbieden, ga je toch niet jarenlang aan allerlei regels werken? Nee, joh. ja, het is, de... het is wat dat betreft, want het IMF, het IMF kwam ook nog met een rapport over uh, hoe uh, het dan een beetje vorm te geven allemaal. Dat is wel interessant om af te sluiten nog. Het hadden ze negen punten eigenlijk op een rijtje ja, gezet. Ja, ja, dat zag ik ja. ja. Ik ja, kan ze wel voorlezen. The toolkit. Ja, de, we beginnen we met de nummertje één: Bescherm de monetaire <laughs> soevereiniteit en stabiliteit door de monetaire kaders te versterken. En cryptoactiva niet de status van wettig betaalmiddel te verlenen. Dat is nummer één. Mm -hmm. Nou, dus dat zeggen ze eigenlijk. Met, doe niet... met, andere, met andere woorden, blijf in ons systeem. Doe niet. Wij, wij, zorgen, wij zorgen voor. je. Ja, doe geen El Dat is uh, nummer één. <laughs> nummer twee, bescherm je, bescherm je tegen buitensporige volatiliteit van kapitaaluitstroom. En dat is ook een legi... Dat is nummer twee is dat, dat is een legitiem probleem natuurlijk. Als jij hmm. als land te maken hebt met uh, hoge inflatie enzovoorts. Als je dan alle porten open hebt staan richting de dollar of, of Bitcoin, dan uh, wordt de uitvlucht van kapitaal makkelijker. Je kunt je indenken ja. dat er heel veel, uh, heel veel landen zijn die dat willen voorkomen. Nou ja, bijvoorbeeld Argentinië. Dus uh, Argentinië, die, dit is zeg maar het, uh, het voorbeeld van. Dus je krijgt ja, heel veel kapitaal ook, eisen. Ga je, als jij als Amerikaan uh, uit Amerika ergens anders gaat vestigen en je gaat je helemaal uitschrijven, dan komt er ook een hele hoop belasting, uh, soort van uh, boete. Voordat je eindelijk helemaal uh, uit dat systeem bent. Dat is ook een vorm nee, van kapitaaluitstroom. Ja, precies. Dat is ook een vorm van kapitaaluitstromen beperken. Goed, dat is nummer twee. Nummer drie, analyseer de fiscale risico's. En maak eenduidige fiscale behandeling van cryptoactiva. Ja, dat vind ik dus een grote valkuil. Als jij Bitcoin hetzelfde fiscaal gaat behandelen als alle andere cryptoactiva, dan gaat het juist mis, als je mij vraagt. Ja, maar je kunt, ja. je kunt wereldwijd ook geen uh, ja. universiteit. Ja, misschien is het geschaal, ook een beetje te makkelijk... om al die punten zomaar uh, uit te klemen. Want op, zeg maar, oké, okay, nummer vier. Pak de juridische risico's aan. Nou, wettelijk kader is dan dus uh, nodig. Nummer vijf. Mm -hmm. Ontwikkel en handhaaf toezichtvereisten... voor alle spelers op de cryptomarkt. Nou, daar zijn we in de EU ook mee bezig. Z ja. Zet een gezamenlijke monitoringskader op... voor verschillende binnenlandse bureaus en autoriteiten. Ja, dat is dus afspraken maken over wat je controleert... Hoe je het inschaalt en wanneer er een vlaggetje komt van uh, verdacht. Ja, nou ja, dat gaat dus over die bak van de Financial Intelligence Unit van, uh, ja. van het ministerie van Justitie. Want het is wel een beetje zo'n lijst die gewoon voor de meeste dingen geldt die mensen willen reguleren. Hè? Dus een, een paar dingen hebben ze hier in Nederland, zeker uh, Europa, wel afgevinkt. Ja, de meeste noem ik dat zo zitten. Oké, okay, maak maken hem even af. Nummer zeven. Zet internationale samenwerkingsovereenkomsten op om het toezicht en de handhaving van regels te verbeteren. Nou, dat is een beetje dat uh, G20 verhaal. Van, ja. uh, de, er worden eerst rapporten gemaakt en op een gegeven moment dan, uh, ben je een beetje, is er blijkbaar een beetje consensus over hoe het gedaan moet worden. Dan zou het handig zijn als er internationale samenwerkingen zijn. Maar die zijn nou, er ook al, hè? Want Europol werkt al samen met Interpol enzovoorts. Ja, Voor en dit. je hebt alle afkortingen. Je hebt de G20, IMF natuurlijk. Maar je <laughs> hebt ook de, de VAT-F, en je hebt de VSB, en je hebt de BIS. Ja. Dus de, je hebt zoveel. Uh, en dan heb je nog de Wereldbank bijvoorbeeld. Ja, en de GE, dus veel... Huppel de Pub. Dat zijn er dan maar een paar toch, een stuk of acht landen? En de EU. En de EU. De EU. En de Verenigde Staten. En je hebt de bis klanten die eraan komen, die allemaal Japan. hun eigen zegje willen doen. Goed, dan hebben we nog nummer acht. Bewaak de impact van cryptovaluta op de stabiliteit van het monetaire systeem. Uh, ja, goed. Wat hebben we dat dan betekend? Nummer 9. Versterk de wereldwijde samenwerking. Ja, doe geen ftx -je. Ja, Ja, ja. goed, inderdaad. Stop niet uh, heel je pensioenfonds uh, in FTX. Daar komt het eigenlijk op neer. Nee, Nummer 9. Precies. Versterk de wereldwijde samenwerking om alternatieve oplossingen voor internationale betalingen te ontwikkelen. Dat is uh, de Central Bank Digital Currency om af te sluiten. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Nou ja, de bingo is rond. Ja, toch? Dus uh, DMF zegt eigenlijk: uh, ja. Doe wat je altijd doet. Maak overal regels voor en timmer het zo goed mogelijk dicht. Dat is het advies vanuit het IMF. En vertrouw ons. Want wij ja. hebben het beste met je Sluit voor. Sluit bij onze leningen af. Dat is veel beter. Joh. Dan kijken of je het op een andere manier kan doen. <laughs> Precies. Ja, het is een beetje een negatieve maar... afsluiting. Maar het is wel om aan te geven. Dit is wat er speelt op politiek niveau. Er is wel echt sprake van uh, de teugels moeten streng, strakker worden aangetrokken. Dat is in ieder geval de poging die gedaan gaat worden. Daar kun je wel op rekenen. Inderdaad, ja, in Nederland gaan we dat. Uh, ja, kun je zeggen van, uh, hey, ik kan gewoon bitcoin kopen, bla bla bla, geen probleem, en dat, dat klopt ook. Maar ja, misschien dat er toch weer meer ja, eisen bitcoin aan worden kopen. gesteld. Het is ondertussen ook wel gewoon uh, een heel identificatieproces. Het is net zo moeilijk als een hypotheek uh, nemen bijna, voordat je een keer mag kopen. Is ook wel weer zo. <laughs> ja, ja. ja. Het is kwestie van perspectief. Ja, het, 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 het kleine lichtpuntje is, Robin, dat in ieder geval die, 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 uh, dat die externe wallet uh, gebeuren, dat mag er wel uh, voorlopig door blijven gaan. Ja, dank dus je wel, EU. Dank je wel. Ja, ja, ja. ja. Dus dat, uh, dat, uh, dat wel. Hé, hey, voor, uh, voor meer verdieping, ga naar bitcoinfocus.nl. Je kunt daar een abonnement afsluiten of gewoon de artikeltjes... Uh, uh, per stuk afrekenen voor 1 euro of 99 cent is dat. En we hebben natuurlijk ook gewoon de vrijdag editie, die is gewoon gratis, kun je ook voor inschrijven. Ja, op bitcoinfocus.nl. En... Uh, voor het ja. laatste snelle nieuws uh, kun je bij bitcoinmagazine.nl terecht. Daar uh, yes. als het IMF weer met wat moois komt, uh, lees je het daar bijvoorbeeld. Maar ook uh, lokale initiatieven die we tegenkomen, uh, komen daar voorbij. En uh, vergeet HubBitcoin Bitcoin niet uh, te volgen op het uh, podcastplatform waar je nu luistert. En dan uh, hoor je ons volgende week weer met meer en nieuw Bitcoin-nieuws. Yes. Oké. Okay, fijne week. Later. Doei.